Hoe jong en pril dit nieuwe PSV dan ook is, op een koele en naast zakelijke manier werd hier in Brussel van Zulte Waregem gewonnen. Voor rust was PSV al de betere ploeg, had het de beste kansen, maar wist het niet te scoren. Dat lukte na rust wel. PSV wint hier met 3-0 en plaatst zich voor de play-offs voor de Champions League. Ja, zeker. Eerste helft ook weer veel kansen gehad. Eigenlijk kon het al beslist hebben, eerste helft. We hebben nagelaten. Maar op het algemeen 90 minuten 3-0. Ja, is een prima resultaat. Voor ons is heel belangrijk dat we tot de winst stoppen sowieso actief blijven in Europa. Voor deze groep, voor de club, voor de uitstraling. Dus dit wilden we met z'n allen. En nu gaan we kijken wat er nog meer mogelijk is. Maar dit was wel een must. Dus verzekerd van Europees voetbal tot de winterstop. Alleen wordt het nu de vraag Europa League of Champions League? Ja, zeker. Dat is zeker spannend. Ik kan er wachten op de loting. Ja. Welke grootheid eruit komt. Het kan Arsenal worden, AC, Schalke. Ja, allemaal mooie clubs. Dus ik kan niet wachten. Nou, ik zei qua historie en uitstraling is Milan natuurlijk de grootste. Dan heb je denk ik Arsenal en Schalke. Waarvan Arsenal de voetballende ploeg is en Schalke toch het fysiekere. Zenit, een hele gevaarlijke ploeg met heel veel internationals natuurlijk, die gewoon een heel sterke ploeg hebben. En ik denk, het gunstigste misschien wel op dit moment is Lyon, om die te loten. Ja, het gaat mij wel AC Milan.